We begeven ons nu bij de stand van Daru Liquor and More. En deze dame gaat ons vertellen wat deze stand allemaal te bieden heeft. Wel, Daru Liquor and More heeft alcoholische en non-alcoholische dranken te bieden om te tasten. Aan de linkerkant van u hebben we onze nieuw product die we laten importeren uit Turkije. Bonero stroop. Het is een poederstroop, je hoeft geen suiker bij te zetten. Gewoon een halve liter water erbij en het is perfect. Als je wil proeven, hebben we hier mango, pineapple, strawberry. En op die andere tafel hebben we dan Fimto. Fimto is blueberry, mixed grape en raspberry gemixt. En dan hebben we ook orange. Ja. En aan de rechterkant hebben we onze alcoholische dranken. Hier hebben we onze lavish vodka, wat niet een nieuw product is, maar de meeste mensen kennen het niet. Het is, ik zeg in ieder geval dat het een Grey Goose is, maar lavish. Absolute vodka, maar lavish. Het is 40%. Het is 40%. En wat maakt voor ons jou het verschil tussen lavish en Grey Goose? Het verschil... Wow. Oké, Welke is lekkerder? Lavish natuurlijk. Oké, dan gaan we het proeven. Deze gaan we proeven. Ja. Gaan we samen proeven? Oké. Oeh. En dan hebben we een ander nieuw product. Aan deze kant. Hebben we onze Lavish Extreme. Dit is een nieuw product. Normaal verkopen we onze 10 en 11% in de winkel. Maar we zijn met een nieuw product gekomen van 21%. Het is onze Extreme. Wilt u proeven? Ja, laat het. Het is 21%. Het is niet zoveel. Kan nog passeren. Oké, laten we samen shotten. Deze is lekkerder dan die. Je had misschien opmerken dat het net een energy drank proef. Maar het is alleen, het is onze classic gemixt met meer alcohol. En aan de andere kant hebben we onze oude producten daar gesteld voor mensen om te testen. Voor de mensen die niet weten welke smaken jullie allemaal hebben, misschien kan je ze opnoemen. Ja, true. Hier hebben we aan deze kant hebben we onze 10% in cranberry, coconut en pineapple, mango, grape en onze classic aan die kant. Hier hebben we 11% met absinthe erin, in grape smaak en green apple smaak. Oké, dan mag je de mensen oproepen om te komen naar jullie stand. Mensen, kom maar naar Daru Liquor and More. We hebben alcoholische en non-alcoholische dranken te tasten. En als ik lavish mag promoten, dan gaan we sowieso shotten. Dus je bent hier zo, het is zo direct december. Dus als je dronken wil worden, moet je hier zo zijn.